Patrick, trainingskamp Lanzarote, het zit er bijna op. Wat vind je van de resultaten die we hier geboekt hebben? Is het naar je zin gegaan? Nou, ik denk dat we kunnen spreken van een heel goed trainingskamp. Eigenlijk in alle opzichten. We hebben in een accommodatie verkeerd die echt top was, waar werkelijk niks op aan te merken was, waar alle randvoorwaarden prima waren. We hebben hier 3 keer kunnen trainen en 1 keer kunnen spelen. Het veld is niet super top, maar we hebben hier prima kunnen trainen. We hebben hier goed aan het team kunnen werken. We hebben een aantal tactische accenten weer kunnen zetten. Ik kan alleen maar heel tevreden zijn met de trainingsgroep. Nou, dat is mooi. En samenhorigheid binnen de groep. Heb je daar nog wat van kunnen merken dat daar verschillen in zijn gekomen? Nou ja, wij hebben natuurlijk een echte groep. Dat is wel bekend. Jonen Bosch moet het ook hebben van collectiviteit. Maar ik denk dat we deze week daar nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Het is altijd een... de vraag vooraf, als je met zo'n grote groep jongens 8 dagen weggaat, of dat goed gaat. Daar hebben we het vooraf ook wel met elkaar over gehad. Ik moet zeggen, ik moet echt iedereen een compliment geven voor hoe beleef je met elkaar zo'n periode. Je hebt toch met verschillende karakters te maken, jongens met verschillende achtergrond. Maar het was echt perfect. Iedereen gaat goed met elkaar om en wordt hard gewerkt, wordt plezier gemaakt. Echt een hele goede week gehad. Ja. Zaterdag IJsselmeervogels. Met een temperatuurverschil van 20 tot 25 graden. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat zal best even wennen zijn. Maar IJsselmeervogels heeft ook in Spanje gezeten. Dus die zullen dezelfde omslag moeten maken. Wij hebben in ieder geval hier heel goed kunnen werken. Ik neem me dat zij hun zaakjes ook goed voor elkaar hebben gehad in Spanje. We gaan het zien. Dus voor ons een mooie uitdaging, een mooie wedstrijd. Mooi om te beginnen. Tijdens de strijd konden we in 3 punten omzetten. Nou, we gaan proberen dat in Spakenburg ook te doen. Al met al een goede voorbereiding voor de tweede seizoenshelft. Ja, dat gaan we doorzetten. Hè. Zaterdag 3 puntjes pakken en dan positief de rest van het seizoen doen, denk ik. Ja, dat was wel de doelstelling. Hè. Om een goede start voor de tweede seizoenshelft te maken. Vorig jaar hebben we in Malaga de basis gelegd voor het kampioenschap. Dit jaar moesten we de basis leggen om in de topklasse te blijven. Dat wordt nog steeds een hele zware uitdaging. Maar de voorwaarden hebben we nu in ieder geval goed gezet. Het is nu zaak om resultaten te boeken en te beginnen zaterdag. Dus we gaan terug naar Nederland vanmiddag en dan gaan we punten halen. Ja, we gaan terug naar Nederland met vertrouwen, met goed gebruinde jongens. En met een hoop goede zonvitamines opgedaan. In Spakenburg gaan we voor de punten. Oké, nou veel succes. Dank je wel. Okay.